dat er, net alsof die vrouw is niet getrouwd. Een vrouw die zegt, ze moet elke dag naar haar moeder gaan. Dan had ze eigenlijk niet moeten trouwen. Dan had ze gewoon thuis bij haar moeder moeten blijven. Want een vrouw moet weten, wanneer ze gaat trouwen, dat haar leven anders eruit zal zien dan wanneer zij eigenlijk met haar moeder is. Veel vrouwen zijn gewend en heel lang blijven met hun moeder, dat is mooi. In ons geloof zijn we gevraagd om goed om te gaan met onze ouders. Om goedheid te betrachten jegens onze ouders. Maar wanneer een vrouw trouwt, betekent niet dat die goedheid verwijderd wordt of niet meer wordt betracht. Nee, maar het betekent dat de vrouw in een andere omgeving komt en een ander leven is begonnen. In zo'n geval hoort de vrouw te weten dat ze nu getrouwd is. Het bezoeken van je moeder is een belangrijke zaak. Jouw man hoort jou daarin te steunen, te helpen, aan te moedigen om je familiebanden intact te houden. Maar als dat elke dag gebeurt en ten koste van de rechten van de man, dan zorgt dat voor problemen. En heel veel problemen komen van de bemoeienis van de ouders en met name de moeder. Als het gaat om de vrouw. Nogmaals, dat zijn niet problemen die wij zelf bedenken. Dat zijn praktijkgevallen. Of zit de moeder met de vrouw de hele dag thuis. Ze komt bij haar en ze blijft met haar. En als dat niet is, dan gebeurt het via de telefoon. Dan zitten ze uren te praten over wat? Over kleding, andere familie, roddelen, over haar zusje, over haar tante, over gewoon de meeste gevallen, de gesprekken die worden gevoerd, zijn bijna niet zonder roddelen. Roddelen zit er zeker in. En wat je ook vaak ziet, dat de vrouw niet durft tegen haar moeder te zeggen dat het roddelen is. Ze gaat gewoon met haar mee. Al weet ze dat het niet mag. Al weet ze dat roddelen verboden is. Ze gaat met haar mee, want ze durft niet tegen haar moeder te zeggen dat het niet mag van Allah. En dan van een gesprek. Die man kijk naar zijn horloge, de klok. 9 uur, 10 uur, 11 uur, 12 uur. En in de ochtend moet hij vroeg gaan opstaan. En hij ziet die vrouw nog steeds bezig. Want die wil slapen, die wil zijn vrouw naast hem hebben. Die wil... En het lijkt net alsof de vrouw helemaal geen rekening daarmee had. Ook bemoeienis van zusje, zus, tante. Het lijkt net alsof die man misschien getrouwd is met de hele familie. Ze zijn allemaal daar. Het is gezellig natuurlijk. Voor de vrouw is het gezellig. Want haar moeder is naast haar, haar zus, haar tante en de man, maar die zit ergens anders. Dus dit zijn ook problemen die een vrouw echt rekening mee moet houden met het huwelijk. Kijk, dat zijn misschien zaken waar we misschien niet heel veel aandacht aan vestigen. Die beginnen klein. En dan binnen die familiekring wordt gesproken over, soms over de man zelf, of over zijn zus, of over zijn moeder, weer die wrijvingen. Door het kletsen hier en daar komen weer problemen tussen die families. En gevoelens. Beginnen klein, uiteindelijk leiden tot het probleem.
praat over fouten binnen het huwelijk. Een vrouw hoort rekening te houden met haar man. Zaken die ervoor zorgen dat haar man gelukkig maken binnen het huwelijk, zij hoort te streven het te doen. Als de moeder op bezoek komt, is welkom. Ieder van ons, en dat ligt ook in onze cultuur, wilt dat de familie komt. Wij gaan naar de familie komt. Daar hebben we geen probleem mee. Maar als het overdreven wordt, als het ten koste van de rechten en plichten gaat, en als het problemen oplevert, als het ervoor zorgt dat gezinnen worden verbroken, dan moet er aan de bel getrokken worden. Wacht even. Een ander probleem is het klagen. Wat we vaak horen, dat de vrouw veel klaagt en zeurt. Gewoon klagen, zeuren. Klein zaken. Er gebeurt iets. Heel klein. Dan zit ze ermee. Bijvoorbeeld, ze hebben een afspraak gemaakt dat ze kleding gaan kopen op donderdagavond. Er is iets tussen gekomen. Dat kan. Maar dat kan ook niet, hè. Dan wordt het afgezegd van we gaan het niet meer doen, er is iets gekomen. En dan blijft de vrouw steeds daarover hebben, vrijdagochtend, onderweg naar het werk, telefoon. Ja, gisteren, derde avond. En blijft weer terugkomen. Over een week komt het weer terug. En dan blijft er weer daarover gezegd worden. Bij boodschappen die wordt gezegd. Bij steeds klagen. En de profeet Lazarus heeft het niet zomaar gezegd. Door te zeggen, ja, ik heb naar de mensen van het paradijs gekeken. De meeste mensen van het paradijs zijn de armen. En hij zei, ik heb gekeken naar de mensen van het, van de heel, de meeste mensen, bewoners van de heel zijn vrouwen. Toen zei een van de vrouwen, ja, Rasulullah, hoezo de vrouwen? Waarom zijn eigenlijk de vrouwen de meeste bewoners van de heel? Dat is wel een vraag. Want de profeet zei tegen de vrouw, de sadaq na ma'ashara nisa. Ga je veel sadaqa. فإني رأيتهن أكثر أهل النار كيف زين تفيد حيث الفراو سيح وما ذاك يا رسول الله فهم زين الفراو أخلق دي بيست بوفونس من الهل وات سيد البروفيس لاسم يكتب من اللعن سفلوك فعل لا يعطيك اللغوة لا يعطيك اللغوة مرد عاصم نيو سينا عندر فورما فان فلوك أن يكفر من العسير. De man doet alles aan om zijn vrouw gelukkig te maken. Hij koopt van alles, cadeautjes, dit en dit en dat en dat en dat. Als er iets mis gebeurt, dan zegt ze tegen hem, je hebt nooit iets goed gedaan. Je hebt nooit iets voor me gekocht. Je hebt nooit dat voor me gedaan. Dat heb ik niet gezegd. De profeet zegt, je hebt voor me gezien. Dus alles wat hij doet, is in één keer weg. En dat is wel duidelijk merkbaar hoor. Als het een keertje gebeurt dat er een conflict is of dan zie je dat de vrouw gaat klagen en zegt je hebt nooit voor iets voor me gedaan. En dat brengt wel tot een andere fout wat er gebeurt binnen het huwelijk. Is het vergeleken met anderen? Die heeft voor zijn vrouw dat gekocht. Die heeft dit gedaan. Die heeft dat gedaan. Hallo? Je moet dan met die gaan trouwen, niet met mij. Ik ben iemand die dat kan doen en die dat kan kopen en ik kan niet verder dan dat. Je bent toch met mij getrouwd en je weet wie ik ben. En wat ik verdien en wat ik heb. Als iemand anders in staat is om iets te kopen wat duur is, dan is het zijn eigen leven. We gaan niet vergelijken met onze omgeving. Wat zij heeft gedaan moet ik doen. En wat zij heeft gedaan moet ik doen. En als zij een cadeautje van 200
ook doen. Waarom? Is het een verplichting? Waarom moeten wij kijken naar anderen? Waarom moeten wij ons leven vergelijken met die van iemand anders? Een vrouw die begint met een huwelijk, die kiest voor iemand. Ze wordt niet gedwongen om met iemand te trouwen. Vooral hier in Nederland niet. Ze kiest er zelf voor. En niemand heeft wat daarover iets te zeggen. En je kiest voor iemand, wordt verliefd op iemand. Of je wordt gevraagd door iemand. En je weet, het is een student, heeft een bijbaantje. Hij is iemand die begint met het zijn leven. Hij is pas besminnen gezegd. 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar. En die heeft de hele leven bestudeerd, een beetje studie en zo. En ze verwacht van hem dat hij vanaf het begin alles op commando gewoon doet. Dit, dat, dit, dat, dit, dat. En hij kan het niet aan. En komen de vergelijkingen bij. Maar waarom heeft hij dat gedaan? Is zijn vrouw beter dan mij? Hoezo? Zo hoeft niet. Dat hoeft niet. Ja, maar hij doet altijd voor zijn vrouw. Hij gaat met haar altijd naar de bijenkorf. Hij gaat altijd met haar naar Osdorpplein. Hij gaat altijd met haar naar dit. Maar dat is hij. En zij heeft toch een heel ander leven. En waarom gaat ze altijd naar de partner? Weet niet. Die vergelijken, hoor. Ja, die zorgen voor irritaties en problemen. Kijk naar de vermogen van je man. Wat hij kan. En heb genoegen met wat je hebt. Gelukkig zijn heeft niet veel te maken met het materialisme. Er zijn mensen die heel arm zijn, die gelukkig zijn. Geluk hoeft niet gepaard te gaan met zaken van het wereldse. En dat is iets wat wij kunnen toetsen aan vrome mensen die voor ons waren. Want we hebben genoeg voorbeelden waaraan we kunnen duidelijk merken en zien dat het geluk niet in de zaken van het wereld. Er zijn mensen die heel erg arm zijn, maar die zijn gelukkig. Ze leven een hele basisleven, ze leven met weinig, maar ze zijn gelukkig. We moeten leren genoegen te hebben met wat we hebben. En dat hebben we vaak niet. We streven altijd naar meer. We willen steeds meer. En we willen ook concurreren. Dat is niet nodig. Dus het klagen. Het klagen is een probleem. Ik heb heel veel, echt, familieleden en kennissen die steeds klagen over dat de vrouw blijft klagen en zeuren. Elke keer als je komt, gaat ze praten van je zeuren. Dit, 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 dat, dit, dat, dit, dat. Die man is het van. Mijn hoofd is helemaal vol van buiten. De werk, drukte, fitna, alles om zich heen. En dan komt weer thuis het gezeur. En sommige mensen zijn gek geworden. Echt. Te veel. Op een gegeven moment kan je het niet meer aan. En dan wil je ook helemaal niet naar huis komen. Wacht je totdat de vrouw gaat slapen. Kom je stikken naar bed. En ook stikken naar bed. Ze slaapt. Je bent eerder daaraan wakker. Ga weer naar bed. Echt. Sommige mannen willen echt niet naar huis gaan. Dus hoe gek dat ook klinkt. Echt, er zijn mannen die niet naar huis willen. En dat komt door de toenemende kritiek, zeuren, klagen enzovoort. Ja. Dan voel je ja, dat er een bepaalde druk komt van buiten, van binnen. En dan moet je ergens anders weer gaan trekken. Een ander probleem is dat er vrouwen zijn nu in de maatschappij.